Ik heb niks aan mijn haar gedaan. Ik ga zo naar de kapper. Goedemorgen, het is donderdagochtend. Ik heb niks aan mijn haar gedaan. Ik ga zo naar de kapper, dus heeft niet echt veel nut. Ik heb deze top aan van Envy, broek van Dr. Denim en mijn Steve Madden laarsjes. Sarah wil zich ook even laten zien. Shirtje van de Name It, rokje van de Cool Cats, maillot van de Hema. Hema, was die van H&M? Ik dacht deze van de Hema en de Nike's. En die gaat nog even snel verder eten, want we gaan zo de deur uit. En ik ga ook even snel mijn spullen pakken en dan gaan we. Nou, mijn nieuwe haar zit erin. Heel veel krullen. Daar ben ik heel blij mee. Over 2 weken wordt het geverfd. Dat mag nu nog niet. En ik zit een beetje naar het scherm boven te kijken, omdat ik zelf nog aan het kijken ben. Nu snel naar huis. Sarah wordt opgehaald door mijn moeder. En die zijn... Nou, die is nu precies uit. En mijn moeder en mijn opa die komen bij ons lunchen. En daarna moet ik stemmen. Want vandaag stemmen. En ik stem altijd. Dus, en ik neem het liefst Sarah mee. Dan krijgen ze er wat van mee. Dus dat gaan we daarna ook nog doen. Time to eat. Ja, en dan ben je al een paar uurtjes ouder. En we zijn onderweg. En wat gaan we doen, Sarah? Stemmen. En stemmen belangrijk? Ja. Waarom is het belangrijk? Omdat we gaan kijken wie de baas wordt van Europa. Goed zo. Hè? Jong geleerd, oud gedaan.
eten? Ja, koffie. Karamel. We zijn weer thuis en wel grappig, wat even snel stemmen en een boodschapje zou worden, werd 2 uur lang de deur uit zijn. En wel echt heel gezellig. We mogen eerst bij de kruidvat afrekenen, dus altijd heel erg naar de zin. De laatste klant die ze mocht helpen was een hele aardige mevrouw. Daar hebben we echt nog heel leuk mee staan praten. Toen gingen we de Jumbo even in, mochten ze daar ook afrekenen. Nou, dat duurde dus ook allemaal veel langer. Daarna raakte ze aan de praat met een mevrouw. Die was ook weer heel aardig. Hebben we ook nog mee zitten praten. Het zijn wel van die momenten dat je denkt, oh, wat zijn er gelukkig nog heel veel leuke mensen op de wereld. En nu ga ik snel eten klaarmaken. Want het is gewoon al etenstijd. Ik heb er 2 uur over gedaan. Mama. En Sarah is heel erg lief voor mij de aardappeltjes aan het snijden. Mama. Gaat goed. Vind ik zo lekker als je het hebt gekookt en dan zelf bakken. Ik ben een beetje jaloers vanavond. De Backstreet Boys treden op en ik was mega, mega fan vroeger. Echt een hele kamer vol posters. Elk vlakje muur waar het kon hing een poster. Ik had behang, dat was niet meer zichtbaar. En er was een concert dus vanavond en dat had ik te laat door. Nou, er waren wel kaartjes, maar die waren zo belachelijk duur. Dat vond ik echt te ver gaan. En ik heb dus wel mensen die er waren en dan krijg je de filmpjes nu binnen. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers. Ik gun het ze van harte hoor, niet daarvan. Maar ik had ook wel graag gewild, maar goed. Zo be it, en dan maar hopen dat ze ooit nog een keertje komen. Kans klein, maar we will see. Ik ben trouwens nog steeds zo blij met Maria, je ziet het nu niet goed. Ik heb er ook vanochtend nu een klem in gedaan. Dat vind ik altijd wel leuk als het vol valt en dan zo. En ja, ik ben heel erg happy. 2 weken wachten nog, dan wordt het ook geverfd. Dus dan vind ik het eigenlijk nog mooier, maar dat mag gewoon nu niet. Omdat permanent natuurlijk al best wel heftig is op je haar. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent, zeker als je natuurlijk vaker kijkt, druk even op die knop. En laat natuurlijk altijd even een duimpje achter. En dan zie ik je morgen. Doei!